Nederland gaat vanaf morgen nog een keer in lockdown. Nederland gaat nog een keer op slot. De lockdown betekent vervolgens dat alle winkels de deuren sluiten. Ik heb eigenlijk een hele simpele vraag aan de minister-president. Kan hij mij, misschien ook het hele land, uitleggen waarom een hypotheekadviseur behoort tot essentiële dienstverlening en sport niet? Wat is nou de logica daarachter? Minister-president. Voorzitter, die is er nooit 100%. Het opgesloten zitten juist, het niet kunnen sporten, het missen van het sociaal contact. De maatregelen worden steeds heftiger en de gevolgen ook. Dus ik concludeer dan hierbij dat we maatregelen aan het nemen zijn die niet gebaseerd zijn op logica. Ja. Waarom doen de heren Rutte en De Jonge alsof Nederlanders achterlijk zijn?